Ik ben Raymond Knaap. Welkom bij Tennis The World Podcast. Welkom bij de Tennis The World Podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven, waardoor jij meer progressie kan boeken. Hey, welkom jongens. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag heb ik de podcast met Raymond Knaap, momenteel coach van Robin Haasen. Raymond, super leuk dat je hier de tijd voor kan nemen en dat ik je kan interviewen. Dus welkom bij de podcast. Leuk om er te zijn. Super. Hey, ik heb sowieso altijd een eerste vraag aan de gast. Waar we gelijk eigenlijk best op de diep in gaan. En dat is, waar wil jij nou echt beter in worden? Ja, dat is wel meteen de diepte in. Ik wil eigenlijk overal wel beter in worden, maar ik heb een brede interesse. Voor mezelf denk ik dat ik wel heel veel kennis heb, maar beter worden vooral in het consequent toepassen van de kennis. Ja, dus ik geef dan ook wel eens een presentatie. En dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk alles wat ik overbreng op een ander, dat ik dat ook altijd toepas. Je moet daar scherp in blijven, je moet het blijven herhalen. Ik denk dat dat eigenlijk mijn belangrijkste opdracht is. Om te zorgen dat datgene wat ik weet, dat ik het ook toepas. Consequent. Ja. Oké, okay. Nou, mooi, herkenbaar ook. Want je bent natuurlijk een tenniscoach, een tennistrainer. Daarin werk je misschien ook met, tenminste dat kunnen we wel stellen, ook met iemand die beter kan tennissen dan dat jij doet. Ja. Maar ook, inderdaad, je weet heel veel. Hoe probeer je dat dan toch te doen, dat je wat je leert, dat je dat toepast? Dat is een kwestie van zelfreflectie. He, dus al op het moment dat er iets gebeurt, of het nou goed is of minder goed is gelukt, ik stel mezelf toch heel vaak de vraag van, hoe ging dit? Wat ging er goed? Wat kan beter? Dat zijn voor mij twee essentiële vragen. Wat ging er goed? Wat kan beter? Ja. En aan de hand daarvan krijg je informatie over je eigen handelen. En kan je dat gaan aanpassen. Ja, precies. Oké, okay, interessant. En is dat iets wat bij jou ook automatisch gaat? Of moet je dat echt tegen jezelf zeggen? Nee, dat gaat wel automatisch. Ja. Het is wel een continu proces van hoe sta ik hierin. En ook wel proberen steeds zelfbewuster te worden. Hè, dus ik denk dat we allemaal heel veel dingen en reacties onbewust doen. En elke keer de vraag stellen van, oké, maar hoe zit dit? Mm-hmm. Hè, wat zit er achter mijn beslissing? He, dus we zijn nu op dit moment ben ik bezig met een soort van actie. En dan moeten we een beslissing maken over wanneer gaan we starten. En op een gegeven moment heb ik zoiets van, nou, laten we even wachten nog met de actie. Want we hebben meer tijd nodig om het te organiseren. En dan op een gegeven moment komt er een moment waarbij ik denk van, oké, als we het nu nog meer gaan uitstellen, komt het dan alleen maar omdat ik meer tijd nodig heb om het te organiseren? Of is het misschien mijn angst voor de actie? Hè, dat het live gaat en dat het gaat gebeuren. Hè? Misschien angst voor de reacties. Dus als je steeds die vraag stelt, hè, dan kom je toch bij jezelf erachter. Ik kwam erachter, nee, we moeten toch gewoon de knoop door gaan hakken. We moeten nu gewoon gaan starten. Hè? Ja. En dus dat zijn de processen, zeg maar, waar ik dan in verzeild raak. Ja, precies. En als je dat soort vragen stelt, kom je dus heel snel ook tot antwoorden waardoor je door kan of juist beslist iets juist niet te doen misschien. Ja, of je het wel of niet doet, dat maakt niet uit. Ja. Maar het is wel een continu proces. Ja. En daar word je gewoon steeds, daar word je ook steeds beter in als je het meer doet. En je wordt steeds wat zelfbewuster en je gaat steeds iets meer doorkrijgen hoe de hazen lopen, zeg maar. En dus denk je minder in een vast stramien. Je denkt wat meer open-minded. Hey, dit zou het ook kunnen zijn of dat zou het ook kunnen zijn. Ja. En dan je wordt ook steeds minder angstig, bij wijze van spreken, voor een mogelijk antwoord.
ja, dat ik misschien die actie wilde uitstellen vanwege mijn eigen angst, ja, daar loop ik niet voor weg. Nee. Hè, als je daar wel voor weg loopt, ja, dan groei je als het ware ook niet. Nee, precies. Oké, ja, dat is wel een mooie. Ja, ja, goeie om, denk ik, sowieso voor iedereen vaak te doen. Ja. Ik denk dat ik voor mezelf, als ik dit hoor, denk ik, ja, eigenlijk, ik doe dat wel eens. Maar niet heel erg vaak. Dat is wel goed. Nee. Maar goed, als je hem bijvoorbeeld naar de tennisbaan wil ervaren, dat is een voorbeeld die ik dan veel zou geven, is hè, wat je bijvoorbeeld ziet is als het spannend wordt. Hè, dus, dan zie je bijvoorbeeld dat spelers bang zijn om een rally te spelen. Dus gaan ze enorm geforceerd hun eerste service heel hard doorslaan. In de hoop dat ze een ace slaan of dat ze een gratis punt krijgen. Dat ze vol voor die eerste service gaan is heel vaak ingegeven door de angst dat ze geen rally durven spelen. Nou ja, en als je van dat soort processen bewust wordt, kan je doorgroeien. Dan kun je zeggen, ja, misschien mijn eerste service toch iets beter doseren, want in de rally ben ik eigenlijk beter. Ja. En dat soort processen zijn interessant voor je persoonlijke groei. Ja, ja, maar misschien ook als je op dit voorbeeld merkt dat je dus heel vaak gewoon wil scoren met een service, omdat je denkt dat je baseline spel niet zo goed is, kan je ook weer denken van misschien moet ik die juist dan gaan trainen. Ja. Ja, absoluut. Okay. Ja. En ja, wat ik mij dan afvraag is sowieso bij, ook bij topspelers, maar dus ook bij topcoaches, van waar haal jij je informatie vandaan? Want het lijkt voor mij alsof jij dan eigenlijk bij de top zit, waarvan wij het allemaal misschien moeten leren. Ja. Waar haal jij het vandaan? Nou, ik heb sowieso natuurlijk, zit ik in een klimaat met zeg maar allemaal andere coaches die hetzelfde werk doen, die ook topspelers begeleiden. Dus daar klets ik veel mee. En verder is er genoeg aanbod. Dat is gewoon, ik heb een aantal mooie cursussen gedaan. Ik heb een action type opleiding gedaan. Ik heb een life coach opleiding gedaan. En als je daar dan in verzeild raakt in bepaalde methodieken, dan valt daar zoveel over te lezen. En ik vraag gewoon aan de mensen met wie ik wel eens spar. Ik heb een aantal mensen met wie ik contact heb. Die zitten buiten tennis. Die zitten wel in opvoeding, in opleiding, in coaching. Goh, heb je nog een mooi boek? Weet je nog iets? En dan krijg ik af en toe hele waardevolle tips. Dus om aan kennis te komen, vakbladen, hier ligt NL Coach bijvoorbeeld, dat is echt niet zo lastig. Nee, precies. Daar is eigenlijk genoeg aan. Is meer dan genoeg aan. Ja, ja. Het is wel zo dat je natuurlijk steeds meer dingen tegenkomt wat je misschien al weet, of dat heb je al eens gelezen met een ander sausje eroverheen. Dus je moet wel, het is wel zo dat het natuurlijk, naarmate je verder gevorderd raakt, moet je meer doen voor een klein stukje extra. Als jij nog helemaal onbeschreven bent, is alles wat je onder ogen krijgt, gaat je helpen. En dat is, het is steeds meer wel een zoektocht en meer energie om kleine stukjes toe te voegen. Ja, ja. Oké, okay, ja. En die kleine stukjes steeds, die maak je natuurlijk wel heel erg competent, zeg maar. Ja, niet, ja, en dat is, het is tweeledig. Iets toevoegen is heel mooi, maar ook bevestiging krijgen van wat je al denkt te weten. Hm. Dat is ook enorm belangrijk. Hè? Dat is veel topsporters, die worden ook niet of nauwelijks meer beter. Maar op niveau blijven, ja, dat is ook al een kunst. Ja. En met overtuiging je dingen blijven brengen is ook belangrijk. Ja, ja. Oké, okay, interessant. Mooi. Ja, en ik hoorde net action type, lifestyle opleiding. Ik ben daar heel benieuwd naar. Gaan we zo ook even op door. Maar waar ik nog een vraag over heb, is de coaching. Even in het kort misschien. Jij bent coach geworden. Ja. Maar sowieso, hoe is jouw route geweest om te zijn waar je nu bent, zeg maar? Nou, mijn route is denk ik een route die heel veel mensen doormaken. Ik was gek op tennis, dus ik tenniste me een ongeluk toen ik jong was. Heb ik 1 jaar professioneel getennist, daar was ik gewoon niet goed genoeg voor. Ben ik gaan studeren. Studeren vond ik echt niet leuk. Stilzitten, dat ging me gewoon niet goed af. Dus ik ben toen gewoon op mijn 20ste of zo bij Goldstar me gemeld, waar ik toen al 10 jaar rondliep. Dus, nou, ik wil het vak leren. En dan begin je met veelal technieken, dat je de technische aanwijzingen, want daar heb je dan op dat moment ook verstand van, want je bent nog tennisser geweest. En dan kom je erachter van, hey, als ik bepaalde oefeningen doe in bepaalde volgordes, dan gaat dat eigenlijk beter. Nou, dan kom je erachter van, goh, het is toch wel belangrijk dat een speler ook tactisch kennis heeft en een spelplan en een speltype heeft.
En op een gegeven moment kom je erachter van, hey, alles is in orde. Iemand heeft goede slagen, maar het ontbreekt op het mentale. En dan begint eigenlijk je coaching in te zetten. Hè. De rest is lesgeven, training geven. En ik heb altijd wel een voorliefde gehad van, omdat ik zelf zeer weerbarstig was op de baan, als jonge jongen, dat je je altijd afvraagt van, hoe kan dat nou? Hè? Ik ben buiten de baan, ben ik rustig. Op de baan was ik een soort vat buskruid. En weet je, hoe kon dat nou? Weet je? Dus dat heb ik me altijd wel afgevraagd, altijd interesse in gehad. En zo ja, kom je dan van het een in het ander. Dus het is enerzijds een beetje logisch vervolg als je omhoog werkt in het trainerslandschap, dat je op een gegeven moment wel echt coaching skills moet ontwikkelen. En aan de andere kant is het ook een stuk passie van me. Ja, precies. Oké, en ik denk ook wat je net noemt, dat heeft je waarschijnlijk heel, heel ver gebracht. Het steeds beter willen worden of in ieder geval nieuwsgierig zijn ook. Nieuwsgierig zijn en natuurlijk van nature gewoon kritisch zijn. Ja. Als je heel erg kritisch bent, dan werkt het op een gegeven moment ook tegen je. Maar toch gewoon elke keer weer die lat omhoog willen brengen, centimeter voor centimeter. Ja. Maar dat is natuurlijk wel ook heel gaaf. Ja, precies. Oké, en voor nu ben je natuurlijk met Robin veel aan het werk. Misschien corona nu wat minder, maar hoe ben je daarmee mee in contact gekomen? Hoe verloopt zoiets? Nou, ik deed, toen ik op een gegeven moment bij de bond werkte, had ik de eer om op een gegeven moment assistent te zijn bij Jan Siemering bij de Davis Cup. En daar heb ik Robin eigenlijk wat beter leren kennen. Dus dat heb ik hem een aantal keren een week meegemaakt. Op de baan met trainingen. En dat was altijd prima. Dat was altijd respectvol. Dat was goed. Ja. Nooit echt verwacht van, hey, dat wordt een samenwerking ooit. En op een gegeven moment kwam Robin natuurlijk zonder coach te zitten. Ja. En toen heeft hij een aantal mensen gevraagd van, joh, ben je beschikbaar? Wil je een paar weken met me mee? Toen hebben we een paar weken proef gedraaid. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, goh, dit zou wel eens goed kunnen gaan werken. De klik was er. En we hadden, daar waar hij het nodig had, had ik eigenlijk net een stuk expertise opgebouwd. Door die life coach opleiding. Nou, toen hebben we besloten om het te proberen. Dus we kenden elkaar eigenlijk al langer. Hè? Want hij trainde bij de bond toen ik bijvoorbeeld met een paar goede junioren werkte. Dus toen trainden we al samen. Had hij zijn eigen coach. Maar dan, dus zeg maar het contact elkaar kennen was er al langer. Ja. Ja, precies. Door die relatie eigenlijk en jouw ex, wat jij kon brengen, wat hij nodig had eigenlijk, bracht hij bij elkaar. Ja, mooi. Ja, uiteindelijk, dat is zeg maar de, denk ik, de reden geweest voor hem om mij te vragen. Ja. En dus het contact was er al, dat was al goed en respectvol, maar op dat moment had hij iets nodig wat ik hem mogelijk kon bieden. En ik denk dat het ook heel goed gelukt is. Ik denk als bijvoorbeeld 3 jaar eerder of 4 jaar eerder denk ik dat het nooit zo goed had gegaan. Nee, oké. Okay, want waar kon jij hem mee helpen? Wat is ook in de life coach grond, wat kon je hem bieden? Nou, kijk, zijn vraag, zijn probleem was, hij zegt, hey, ik speel heel goed in trainingen, in oefenpartijtjes, maar dat niveau wat ik daar haal ik eigenlijk nooit in mijn wedstrijden. Nou, dus dat kan met van alles en nog wat te maken hebben. En dat hebben we op een gegeven moment toch wel goed opgelost. Hij heeft echt een paar hele goede jaren gehad. Natuurlijk, het laatste jaar is minder. En dat heeft vooral te maken dat ik toch, denk ik, in staat ben geweest om hem zichzelf beter te leren kennen. Dus zelfbewuster te worden van bepaalde patronen, van bepaalde gedachtes. Daarin heeft hij stappen gemaakt en dat heeft hem geholpen om toch op de baan toch wat beter te spelen in de wedstrijden ook. Maar zoals ik net al zei, het is ook de kunst, zeker op dat niveau, op een gegeven moment als je 35, 40 staat, is zo'n hoog niveau, om dat dan ook vast te houden. Ja. En dat is dus ook al is dat een paar jaar goed gegaan, je ziet nog steeds hoeveel moeite dat kost om dat dan toch vol te houden. Hetzelfde als coach zijn, ook als speler, om een bepaald niveau vast te houden, gaat ook heel veel energie in zitten. Ja, precies. Het is niet, je haalt een niveau en als je dan dat behaalt, dan blijft het zo. Je moet er echt meer dan hard voor werken om het zo in ieder geval te behouden. Ja, absoluut. Je moet het onderhouden en daar gaat best wel wat tijd in zitten.
En voor de rest is het natuurlijk ook, kijk, als coach zou je kunnen zeggen, ik haal een bepaald niveau. Ja, zelfs dan niet. Dat je op een gegeven moment weer minder wordt, want de concurrentie wordt ook beter. En als sporter heb je gewoon ook bepaalde periodes waarin je waarschijnlijk aan je top zit. En dat weet je alleen pas helemaal achteraf. Ja. Ja, maar het is natuurlijk onmogelijk dat je je hele carrière op je top zit. Mm-hmm. Ook Federer heeft natuurlijk momenten gehad waarop hij niet op zijn top zat, zeg maar. Geldt voor iedereen. Klopt. Ja, oké. Okay. Nou, interessant. En ik vind het ook wel cool om te horen dat Robin Haase, waar we natuurlijk ook als Nederlanders trots op zijn, dat hij zo'n carrière heeft. Maar dan zou je misschien denken van, wellicht van, hij zou die follies allemaal weg moeten leggen. Pak dat eens aan, coach, weet je wel. Of die service, hij slaat minder aces dan dat hij voorheen deed. Maar daar zit dus niet heel snel echte verandering dus voor hem. Dus verschilt misschien, maar je hebt daar dus veel meer op het mentaal gebied en het zelf jezelf leren kennen, heb je hem dus kunnen helpen. Nou ja, daar hebben we een flinke slag geslagen. Jij zegt bijvoorbeeld de service of de volleys. Tuurlijk zijn er ook tactische beslissingen geweest die hem hebben geholpen. Hè, ja. Een van die dingen was inderdaad van, gewoon doorserveren. Ja. Doorserveren. Dan maar iets minder percentage in. Maar je hebt zo'n goede tweede service. Hè, dat als je je eerste service percentage optelt en je tweede service, dan is dat rendement is hoger. Mm-hmm. Dan dat hij een percentage eerste service zou slaan. Dus er zijn ook wel degelijk tactische en ook wat technische dingen geweest. Ja. Maar ik denk dat omdat we de link hadden naar hoe zijn we bij elkaar gekomen. Mentaal hebben we daar wel een paar hele goede stappen gezet. Ja. Ja. Maar is dat ook niet dan deels ook weer juist een mentaal aspect? Van dat hij kan lijkt me goed serveren. Je besluit dan van oké, we willen hoger in percentage voor die eerste service. Maar ook het doorslaan, was dat dan niet ook een mentaal aspect van dat hij dat eigenlijk niet durfde? Of? Nou, nee. Dat is er gewoon een beetje ingeslopen. En we hebben daar ook op een gegeven moment met statistieken aan gewerkt. En er is, zoals ik het dan zie, in zijn spel, zeg maar, in zijn persoonlijkheid, wie hij op de baan is hij, vond ik dat hij te veel een percentage tennisser was geworden. Te veel gericht op geen fouten maken en heel degelijk spelen, zeg maar, heel professioneel spelen. Terwijl ik denk dat hij in zijn hart ook een entertainer is. En ik denk dat hij op zijn best is als hij ook een beetje, een beetje moed toont. Ik wil niet zeggen per se bluff, maar als je zijn beste wedstrijden ziet, dan durft hij voor slagen te gaan, dan durft hij een dropshot te spelen, dan speelt hij service volley, dan loopt hij naar het net. Ja. En op het moment dat hij dat laat zien, dan is hij gewoon op zijn best. En dat kan je natuurlijk helemaal op tactiek benaderen. Je kan zeggen, joh Robin, als jij zo en zo en zo speelt, ja, dan ben jij gewoon helemaal, ben je helemaal top. Maar je kan dat natuurlijk ook benaderen vanuit een mentale, persoonlijke kant. En zeggen van, wat ik zie op de baan, is dat ik zie dat jij, je speelt angstig, je hebt weinig lef, je speelt heel professioneel, je werkt hard. Maar volgens mij ken jij veel meer jezelf en kom jij veel meer tot uiting als je een beetje, toch een beetje probeert show te maken. Als je een beetje risico neemt, als je een beetje bluft op die baan, als je, hè, dat, ja, dat, je zegt eigenlijk twee exact dezelfde dingen, alleen het ene benader je vanuit wie ben jij, en het andere benader je vanuit puur de tactiek. En op een gegeven moment kwamen wij er ook achter dat die dingen heel goed in elkaar grepen. Ja, precies. En dan versterkt het helemaal, en dan weet je helemaal welke kant je op wil. Ja, precies, want dat was ook wel mijn vraag daarna, van versterkt dat dan? Als je inderdaad, als jij als coach hem daar inderdaad goed mee kan helpen en je merkt, of Robin merkt dat klopt wat jij zegt en dat meer bij hem past. Ja, dat geeft alleen nog maar meer energie waarschijnlijk en vertrouwen in je spel. Ja, ik denk dat het elkaar versterkt. Soms, het kan natuurlijk ook zo zijn dat een speler een bepaald karakter heeft, maar dat hij toch een ander type spel zou moeten spelen. Hè? Dus ik heb wel eens gehoord over Jan Siemering. Die had een uiterst aanvallende speelstijl. Terwijl hij qua karakter, wel eens gehoord van zijn toenmalige coach, eigenlijk wat meer defensief en behoudend was. Oh ja. Ja, dan moet je als coach, weet je, als Jan
niet dat aanvallende spel had gespeeld, had hij nooit de carrière gehad die hij nu heeft. Dus dan is het wel een weer wat ander proces. Maar als het in elkaar grijpt, is het natuurlijk helemaal mooi. Ja, precies. Oké, ja. En toen je net zei over entertainment, Forum is een spel. Ik kan me herinneren dat hij wat wedstrijden heeft gespeeld. Of als je dit luistert en je bent ook benieuwd wat hij er allemaal mee kon of mee kan. Ik kan me wat punten herinneren, misschien tegen Del Potro of dat ja. hij echt een paar klappers raakt. Ja. Dan denk je, ja, dat is niet normaal. Of tegen Gasquet weet ik ook nog dat hij een soort van ja. gekke beweging doet met een bepaalde slag. Dus gewoon, dat is Ja, dan nou ja, om te dat kijken. klopt. Ik ken ze allemaal. Die was laatst op zijn verjaardag hadden ze een hele highlight reel op de ATP-tour gezet. En nou ja, goed, en daarin zie je eigenlijk hoe goed die jaren waren. He, dus 2017, 2018 waren ongelooflijke jaren. En toen kwam hij ook eigenlijk heel veel in de social media met de shots die hij maakte. Ja. En daar geniet hij van en dat past ook wel bij hem. Maar ja, om dat te doen, sowieso kan je natuurlijk, wordt er op dat niveau alles gefilmd. Maar ja, dat is wel het topje van de ijsberg. Hè. Je moet goed staan te spelen, je moet vertrouwen hebben en dan komen dat soort shots af en toe. Ja. Maar dat waren echt, ja, ik vind wel typerend, zeg maar, voor hoe goed het ging. Dat hij daar echt uiterst uit zichzelf heeft gehaald. Ja. Ja. Oké, en hoe is dan nu het de hoe gaat het contact nu in verband met corona? Oh, we hebben toevallig gisteren getraind. We trainen nog niet zoveel, maar we hebben eigenlijk dagelijks contact. Ja. Maar niet zo heel veel over tennis. Oké. Weet je, we hebben nog zoveel tijd totdat de wedstrijden weer gaan beginnen. Hij kan tennissen. Hij is. Hij heeft van nature een lichaam wat altijd behoorlijk in conditie is. Altijd goed gewerkt. Dus op het moment dat we echt weten van nou, dan gaat het los. Dan moeten we de teugels echt gaan aantrekken. Nu zijn we een beetje onderhoudend bezig. Hij is natuurlijk, ja, ik wil niet zeggen per se de eindfase van zijn carrière, maar zit wel in de herfst, zeg maar. Hè? Dus hij kan misschien nog wel 5 jaar mee. Maar dat is dan toch, als je kijkt dat je er al 15 jaar op hebt zitten, is dat toch de laatste fase. Dus als hij nu in deze fase ongelooflijk hard gaat trainen, dan is dat natuurlijk ook een stuk slijtage voor zijn lichaam, voor zijn knie. Waardoor wij zeggen, nou, we pakken toch een beetje onze rust en blijf wel fit, maar doe niet te gek en dan voeren we het straks weer op, zodat hij fris is en fit is als het weer gaat beginnen. Ja. Hè, als het weer gaat beginnen, dan wil je door kunnen spelen en niet opgebrand zijn. Nee, precies. Precies. En dat is inderdaad, denk ik, een kunst. En daar ben jij er dus ook voor, hè, lijkt me, als coach. Dat je daar ook ja. eigenlijk zicht op houdt. Want ben ja, jij, dat, natuurlijk. Ben jij daar... in Robin zijn team is, ja, waar bestaat dat sowieso uit? Heb jij nog met andere mensen te maken? Of, Nou, zeg maar, in de dagelijkse dagelijks contact niet, hè. Dus dat doen wij vooral. Wij hebben, zeg maar, dagelijks contact. Maar eigenlijk heeft hij een ongelooflijk groot team om zich heen. Van mensen die af en toe iets voor hem betekenen. Hè. We hebben een osteopaat, een conditietrainer. Maar ook de bondscoach, de Paul Haarhuis, de bondsarts. We hebben een conditietrainer, een Kroatische jongen die af en toe meereist. Dus het is eigenlijk een ongelooflijk netwerk om hem heen. Waarbij ik, zeg maar, dagelijks met hem in de weer ben. Maar dan af en toe hebben we een paar weken die conditietrainer mee. Of dan hebben we de bondsarts een keer nodig. Dan is Paul Haarhuis een keer ook op een toernooi die wat feedback geeft. Dus het is eigenlijk een hele grote... Ja. Het is eigenlijk een heel groot team die hem af en toe van feedback voorziet, die voor hem klaarstaat. Maar echt, zeg maar, de dagelijkse gang van zaken, ja, dat doen wij omdat ik er altijd ben en omdat we samen reizen. Ja, precies. Oké, cool. En voor de luisteraar hier die, nou ja, laat zeggen niveau 6, misschien 8, fanatieke speler is, die heeft natuurlijk niet een team. Die heeft, nee. geen, die heeft wellicht een trainer die 1 of 2 of misschien 3 keer in de week ziet. Maar ja, je ziet wel dat er een prof dus aan alle kanten eigenlijk kan worden geholpen. Hoe belangrijk is dat wel ook voor een speler die echt beter wil worden op dat niveau, niveau 6 tot 8 ongeveer, om op verschillende aspecten te trainen?
Nou, het begint natuurlijk met een goede analyse. Hè? Want ook voor een niveau 6, 7, 8 speler is er heel veel beschikbaar. De kans is groot dat als het een fanatieke tennisser is, dat hij ook een lidmaatschap heeft bij de gym. En in de gym zou hij kunnen werken aan zijn uithoudingsvermogen, maar ook aan zijn wendbaarheid en zijn voetenwerk. Dus daar dek je al heel iets anders af. Waarschijnlijk heeft hij een tennistrainer. En zeg maar mentaal gezien, als je merkt van daar kom ik tekort, daar loop ik tegenaan in mijn wedstrijden, is er tegenwoordig ook een enorm aanbod aan sportpsychologen die iets voor je kunnen betekenen of zelf hulp boeken of wat dan ook. Dus je hebt het iets minder misschien eventjes met een belletje gevonden. Maar toch vind ik dat of je nou niveau 6 of niveau 3 of niveau 8 bent, er is heel veel beschikbaar. Maar echt binnen handbereik. Het is gewoon durf je. Het begint natuurlijk gewoon durf je in de spiegel te kijken en zeggen van nee, ik verlies mijn wedstrijd op conditie. Nou, dan moet je abonnement nemen bij de sportschool, dan moet je daar wat aan doen. Precies, Hè? ja. Heb je enorme wedstrijdspanning en merk je dat je de kop kost, investeer in 2, 3, 4 gesprekken met een sportpsycholoog. Ja, is wel een kleine investering, maar dan heb je misschien heel veel profijt van dat je met veel meer plezier de baan op gaat de komende jaren. Ja, want wat ik zelf vaak merk is als ik aan iemand vraag wat ze willen verbeteren of waar zij denken hun wedstrijd op te verliezen, is het soms ja, die backhand gaat niet lekker of de Ja. service. Ben je er met mij over eens dat dat vaak ook juist een mentaal aspect is? Ja. Ja. Ligt waarschijnlijk aan de speler en de situatie natuurlijk, maar. Ja, ik geloof wel een beetje in, om het moeilijk woord te, maar de holistische benadering. He, dus de backhand van iemand is net zo goed of net zo slecht als dat hij zelf zijn oordeel eraan geeft. He, dus als iemand een heel slecht zelfbeeld heeft over zijn of haar backhand, dan is dat meer dan alleen de techniek. En die techniek die gaat waarschijnlijk pas verbeteren op het moment dat iemand ook open staat om die backhand te verbeteren. En ook gelooft dat hij de backhand kan verbeteren. Want heel vaak is het ongeloof. Ik heb een slechte backhand en dat zal ik nooit veranderen. En het is natuurlijk de kunst om te zeggen, oké, mijn backhand komt in sommige situaties wat tekort. Maak een behapbaar doel. Hè? Dus oké, wat heb ik nu echt even nodig om die wedstrijd wel te kunnen winnen? Nou, ik moet mijn backhand bij wijze van spreken toch gemiddeld iets dieper slaan, of ik moet toch wat minder fouten ermee maken, ik moet wat meer vastheid hebben en ga dan met kleine stapjes eraan werken. Maar wat je heel vaak ziet, is gewoon: ja, ik heb geen service of mijn backhand. En dan is het natuurlijk ook wel een technisch probleem, maar het is ook een mentaal probleem. Ja, precies. Dus het is belangrijk eigenlijk jezelf die vragen te stellen, te analyseren, misschien met je trainer, dat je daar ook mee. Ja. Ja, en het is wat tegenwoordig heel populair is de growth mindset, hè, de groeimindset. En je ziet dat op de baan dat heel veel mensen hebben wat ze dan noemen een fixed mindset, een statische mindset. Mijn backhand is slecht, ik kan niet serveren. En dan blokkeer je je groei. Hè, je kan ook denken, hey, ik zie dat ik stuk loop met de backhand op de wedstrijden. Oké, wat heb ik nodig? Wat kan ik verbeteren? Wat wil ik op korte termijn, wat wil ik op lange termijn? En dan ga je gericht oefenen. Maar op het moment dat je, ja, wat zegt Einstein, geloof ik, hè? Als je zegt dat je iets niet kan, dan heb je gelijk. Klopt. Als je zegt dat je iets niet kan, heb je ook gelijk. Hè, dus ik geloof er wel in dat je vaak eerst natuurlijk in die juiste mindset moet hebben van hé, die backhand die ga ik gewoon echt verbeteren de komende maanden en dan gaat het lukken. Ja, precies. Ja, en dat is inderdaad een mindset waar je naartoe wil. En ik denk ook, want waar ik ook een beetje naar op zoek ben, is voor mezelf ook, hè. Ik ben ook iemand die best wel rustig is. In het dagelijks leven, soms op de baan, kan ik wel eens een keer het hele park bij elkaar schreeuwen als het Ja, echt nodig is. herkenbaar. En daarin heb ik dan ook van, op dat moment heb ik misschien, ik denk dat ik het heb, maar op zo'n wedstrijd kan je dus een beetje veranderen. Dat je denkt van, jee, maar gaat helemaal niet. Wat kunnen mensen daar nou echt mee doen? Zijn daar echt praktische tips voor te geven voor ook op wedstrijden, tijdens wedstrijden zelf? Als je zeg maar hebt de regie kwijt, Sorry, je ik viel boos even wordt. weg, Raymond. Ja, jij viel ook even weg. Ja. Je vraag was eigenlijk op het moment dat je op de baan
Je staat in die wedstrijd en niks lukt. Ja, klopt. Wat kan je dan doen? Ja, het is natuurlijk buitengewoon frustrerend. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je terug gaat naar de basis. He, dus de makkelijkere ballen slaan. Sla wat meer cross. Sla wat hoger. De ballen met wat minder. Zodat je wat losser wordt. Minder risico's nemen. Want het is je dag niet. Dus ga voor wat veiligere ballen. En probeer je in de wedstrijd te werken. Mentaal gezien. Is het de kunst om, ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar in je linker hersenhelft zit je ratio. En in je rechterhelft zit veel meer je waarneming en je gevoel. En wat je veel ziet gebeuren op het moment dat het niet gaat, is dat een speler heel veel gaat nadenken. Hoe kan dit nou? Vorige week speelde ik lekker, nu niet. Deze jongen is helemaal niet zo goed. Hoe kan ik achterstaan? Dus dat ratio gedeelte is als een gek aan het draaien, hè, ja. En aan het oordelen. En dat gaat ten koste van je waarneming. Je ziet de bal niet meer zo helder. Je lichaam wordt zeg maar toch minder gecoördineerd. En als je daar bent beland, dan is het heel nuttig op het moment om gewoon even afstand te nemen. Even te focussen op je ademhaling bijvoorbeeld. Dat je even voelt dat je longen vol lopen, dat je buik wat uitzet. Dat je dat voelt. Op dat moment denk je dus ook niet meer na. Je bent alleen nog maar aan het waarnemen. Je voelt je buik heen en weer gaan. Je voelt je longen vollopen. Dus je bent weer aan het voelen en aan het waarnemen. En dan ben je even weg uit al die negatieve gedachtes. Want gedachtes, die vormen natuurlijk een heel groot probleem op de baan. En als ik dat heel herkenbaar voor mensen kan uitleggen, is natuurlijk wat er gebeurt op het moment iemand staat fantastisch te spelen, staat voor, die gaat bijna die wedstrijd winnen. En dat hebben we allemaal wel meegemaakt, dat we bijvoorbeeld 6, 4, 5, 2 voorstaan, en toch gaat het fout. Mm-hmm. Omdat op die stand natuurlijk ook die linker hersenhelft wel eens onwijs wordt geactiveerd van, hé, nog één game en dan win ik de wedstrijd. Als ik deze wedstrijd win, heb ik zoveel punten. Als ik deze wedstrijd win, sta ik in de finale. Wat gaaf, ik heb nog nooit van deze persoon gewonnen. Wat zullen mijn ouders wel niet denken als ik deze wedstrijd win? Met andere woorden, dat goede gevoel wat je had en die scherpe waarneming, Die verdwijnt omdat je dus met zoveel gedachten komt te zitten. Ja. En dan zie je soms het niveau enorm afnemen bij spelers. Ja. En het omgekeerde is wel lastiger. Maar het is natuurlijk wel te doen. Maar dat is even in het kort het proces waar veel van ons tegenaan lopen op de baan. Ja, precies. Nou, heel interessant inderdaad. Dus je gaat echt, zodra je zo'n vraag gaat stellen en ja, je eigenlijk druk gaat maken zodra het of juist heel goed gaat en denkt van, hé, straks ga ik winnen. Dan ga je dus denken. En je wilt eigenlijk dus, als ik het goed begreep, ervoor zorgen dat je, ja, misschien je geest kan je het zo noemen, dat die eigenlijk gewoon stil is. Die ja, stil. Je niet heel erg mee, maar je verlegt je aandacht naar ademhaling. Ja, dat, als je echt helemaal weg bent, dan is dat goed, hè, om te focussen op ademhaling. Hou het spel simpel. Ga niet overdenken. Dus simpele opdrachten geven. Kijk, en het is natuurlijk wel zo dat je op de baan een stukje, je moet natuurlijk wel een stukje nadenken. Ja. Maar eigenlijk dat stukje nadenken is ook waarnemen. Hè? Wat zie ik gebeuren op de baan? Hoe win ik mijn punten? Hoe verlies ik mijn punten? En aan de hand daarvan maak ik mijn plan en mijn keuzes om verder te spelen. Dat is natuurlijk wel een hele andere manier dan dat je bijna een soort van existentiële vragen gaat stellen van hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Ja. Waarom vandaag? Juist nu? Mm-hmm. Ja, als je daarover gaat nadenken, dat zijn ook niet de antwoorden, die liggen ook niet voor de hand. Ja, dan ben je gewoon, ja, dan ben je gewoon niet in het moment. Dan ben je niet present. En dan is het heel moeilijk om je beste tennis te spelen. Er zijn ook geen dingen waar je invloed op hebt. Ook eigenlijk al die vragen van waarom speelde ik hem net goed en nu niet? En waarom lukt het ineens niet meer? Ik stond net nog voor. Ja. En dat soort dingen. Ja, je kan er niets mee. Want, nee, het helpt, al weet je het wel, het helpt je niet. Nee. Op dat moment. Nee. Wat voor mij wel goed hielp was een keer een tip die ik kreeg. Was echt alleen maar gefocust zijn op de bal. Ja. En steeds kijken naar ook waar de bal stuitert. En als het dan niet goed gaat, dat je daar gewoon de hele tijd mee bezig bent. Ja. En maar wat nou als je dus, als ik dat, bijvoorbeeld ik doe dat. Maar ja, het is een spannende wedstrijd. Het staat in de tijdbreek misschien 3-3 in de derde set. Ja. Ik maak weer een fout die er misschien al vaak gebeurd is. Dus
Ik word toch even geïrriteerd. Want misschien ben je heel bewust van deze tips. Maar je maakt toch een fout die heel belangrijk was. Hoe kan je zoiets qua het oordelen misschien over jezelf? Hoe kan je daar wat mee doen? Ja, dat is training. Kijk, in de individuele sport en zeker bij tennissen, zeker bij goede tennissen, die zijn vaak goed geworden omdat ze ook heftig oordelen. Robin is ook iemand die heel kritisch is naar zichzelf. En daar komen natuurlijk ook soms de frustraties vandaan op de baan. Hè, de heftige oordelen, dat proces wat ik net begrijp, dat heeft hij ook niet altijd helemaal onder controle. Jij zegt inderdaad, van het gaat over oordelen. En ja, dat is training. Jij maakt een fout op 3-3. En jij vertelt het ook, je maakt weer die fout. Dus jij presenteert het aan jezelf van, ik maak weer die fout. Ja. Als jij het misschien aan jezelf presenteert van, goh, jammer. Jammer dat ik die bal fout sla, word je al minder getriggerd. Maar als je weer die fout maakt, zit er al een enorme lading aan vast. Klopt. Ja, dat is gewoon jarenlang ook oefenen. En ook al oefen je het jarenlang, je kunt altijd toch weer een keertje door de mand vallen. Dat zie je op alle niveaus. Tuurlijk, ja. Dat is ook menselijk natuurlijk, ja. Dus inderdaad, je moet je eigenlijk bewust zijn van de mogelijkheden die je, of zoals ik nu inderdaad zou zeggen, van alweer een fout, dat jij eigenlijk als coach, of wie dat dan ook van jou kan zijn, zegt van, nou ja, je zou het ook zo kunnen zien. Zie je het als, jammer, maar volgend punt. Ja, dat is de... En als je dat merkt bij jezelf, van, ik word eigenlijk wel een beetje pissig op mezelf. Probeer daarop te letten. Ik denk dat dat inderdaad ook wel heel erg veel kan helpen voor in ieder geval elke speler die daarin beter wil worden. Ja, het is een soort conditionering. Hè? Dus om steeds maar weer een positieve, goede mindset voor het volgende punt te behouden, is echt trainen, is ook niet makkelijk. Hè? Want soms heb je te maken met dat jij niet zo goed speelt, of geluk van je tegenstander een paar balletjes achter elkaar, of dat je zelf de ballen net niet maakt, of dat er gewoon heel veel spanning bij komt. Hè? De eerste ronde van een toernooi is toch ook weer wat anders dan een halve finale of de kampioenswedstrijd in de competitie. Dat zijn allemaal dingen die erbij optellen. Ja. Dus dit is een lastig proces. Een van de mooiste dingen om te relativeren. Ooit was een coach horen zeggen, ja, in het verleden gebeurt niks. Dus het verleden is wat het is. En je verandert er toch niks meer aan. Nee. Nee, precies. Dat is ook weer de invloed dat je er gewoon niet op hebt. Precies. Dus en dan is het een kwestie van accepteren. Ja, ja. Dus ik denk veel om ook het loslaten in als iets niet goed gaat. En ook als het goed gaat, eigenlijk proberen door te gaan zoals je ging. En dan voor jezelf herkennen van wat deed ik dan? Ja, waarschijnlijk gedachteloos spelen misschien. Het is gewoon mens eigen om, veel mensen in ieder geval, om echt te oordelen. Ja. En om gewoon een gebeurtenis, en dat is ook in onze maatschappij, hè? Je kijkt op tv en er zijn allemaal praatprogramma's en allemaal, het zijn allemaal oordeelprogramma's eigenlijk. Ja. Hè? En gewoon iets observeren, zoals het is, zonder een oordeel te geven, dat is best lastig. Hè? Dus ik zie jou een wedstrijd spelen. Ja, zeker. En ik kan zeggen, nou, wat ik gezien heb, dat jouw backhand, die ballen, die kwamen veel kort in het veld. Ik beschrijf gewoon wat ik zie. Mm-hmm. Jij komt van de baan af en je zegt, mijn backhand ging slecht. Kreeg ze niet diep. Ja. Dat is een hele andere weergave van de feiten. Ja. Ja, wat ik wel een hele goeie daarin vond was, ik heb hem ook hiernaast, maar het innerlijke spel door tennis. En daarin gaf hij eigenlijk aan van, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld Robin Haasen en Federer. En Robin die slaat een bal uit. En Robin die zou kunnen denken van, wat een verschrikkelijke bal. Federer denkt, wat een mooie bal. Maar de scheidsrechter, die ziet het als, oké, de bal ging uit. Die is eigenlijk oordeelloos, die schrijft gewoon de feiten op. Ja. Dat vond ik ook wel een hele mooie. En ik merk ook keer als ik dit dus lees, ik gewoon lekkerder kan spelen. Ja. Ja, ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld om daarmee bezig te zijn en eigenlijk minder te oordelen over jezelf. En gewoon te blijven spelen. Ja. Innerlijk tennis is een geweldig boek.
Wat eigenlijk niet de populariteit krijgt die het verdient. Omdat het stimuleert dus inderdaad gewoon om oordeelloos te zijn en om heel goed waar te nemen. Dus al die oefeningen van stuit, slag. Het reduceert alleen als het ware een beetje de rol van de trainer. Klopt. Dus het is niet zo dat de trainer geeft die geweldige tip. En daardoor ben jij als het ware je geld waard als trainer. Maar de speler vindt zelf een lekkere flow waarmee hij de ballen slaat. En dan is het als trainer als het ware alsof je niks hebt gedaan. Terwijl je als trainer natuurlijk wel degelijk de situatie hebt gecreëerd. En dat is de reden waarom dat boek volgens mij niet, nog niet, hè, want het wordt gewoon natuurlijk in de opleiding, krijg je het mee. Maar waardoor het toch soms een beetje opzij wordt geschoven, terwijl het zo'n goed boek is. Ja, precies, want de trainers zijn natuurlijk ook best wel de promoters voor veel mensen, die eigenlijk het boek zouden kunnen aanraden. Want ook voor de trainers die luisteren, is het, ja, ik merk zelf soms dat ik me bewust ben van dit boek. Ik het ook toepas en vervolgens mensen merken, vooral als ik een invalles geef, dat er minder tips worden gegeven. En soms vraagt iemand letterlijk, heb je nog een tip voor me? Maar dan denk ik, nee, dat is echt nu niet nodig. Ja. Wat zou je daar als trainer mee kunnen doen? Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, het is lastig. Want we hebben natuurlijk de neiging als trainers om onszelf waar te maken. Ja. Om zeg maar goed te zijn voor je geld. En in dit boek leer je om mensen echt enorm zelf te laten ontdekken. Wat goed voelt. En terwijl juist vaak de tip van de trainer aanzet tot heel erg denken. Ja, precies. En eigenlijk willen we dat ook een beetje voorkomen. Want je wil dat lichaam is zo gifted. Dat pakt zoveel uit zichzelf op. Maar dat zit toch een beetje in de trainer. Dat zit toch een beetje in de leraar. Wat je ook wel ziet gebeuren is dat iemand die speelt een goede rally. Slaat 10 mooie ballen en slaat de 11e fout. Vaak is het al de speler die dan nog commentaar geeft. Hè? Want die wil 15 mooie ballen achter elkaar, maar dat waren er 10. En de trainer die reageert op die 11e bal. Ja. Goh, als je nou bij die backhand nog wat meer onder de bal had gekomen, dan had je die ook goed geslagen. En dan is het net alsof je als trainer natuurlijk weer je centjes verdient. Hè? Maar wat je eigenlijk had kunnen doen, want dan wat je in mijn ogen had moeten doen, je had moeten zeggen, wat een fantastische rally. Die 10 ballen, die waren allemaal mooi diep geplaatst. Hoog niveau. Goed zo. Ja. Ik geef geen aanmerking, maar ik stimuleer wel de speler in zijn zelfvertrouwen en in zijn zelfbewustzijn. Ja, precies. Ja, dat is een heel andere benadering. Klopt. Ja, en dat is een beetje het moeilijke, ja. Want het is een soort van verwachtingspatroon dat verschilt van de leerling en wat de trainer zou kunnen bieden. In het boek heeft hij natuurlijk ook over iemand die privéles volgt, volgens mij. Bedrijf leidt, weet ik veel hoeveel geld hij heeft. En ook met plezier dik betaald naar de trainer, want hij heeft 10 tips gehad. Ja, tennis, dat doet hij niet. En, en zelf ben ik dat ook een beetje gaan ontdekken door dit boek, denk ik, 3, 4 jaar geleden. Dat ik ook met, voor mijn gevoel, voor mijn service heel veel met technische aspecten bezig moest zijn. En ja, het hielp mij gewoon weinig waar ik allemaal mee bezig was. Totdat ik veel meer ging letten op dat ik echt ging kijken weer naar de bal. En daar gewoon mee bezig was. En eigenlijk de rest liet gebeuren. En dat is denk ik ook voor in de wedstrijd een vertaling. Dat je daar probeert niet de technische aspecten aan te pakken die je in de training misschien hebt gehoord. Tenminste, dat is mijn idee. Hoe kijk jij ernaar? Zou je zeggen, nou, kan je wel doen? Of, om in een wedstrijd de technische dingen. Ja, bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld op woensdag een training gehad en de trainer zei wel doorzwaaien en weet ik waar was oefening. Ik denk dat je in wedstrijden moet je al je gedachten over techniek laten varen. Ja. Je moet spelen, je moet waarnemen en je moet het lichaam het als het ware laten overnemen. Dat vind ik wel altijd. En proberen ook met de prof dan. Natuurlijk als er een keertje echt een crisis is. Van een backhand loopt niet of wat dan ook. Dan kan je altijd wel wat doen. Maar proberen richting de wedstrijden toch zoveel mogelijk op automatismes te spelen. Ja. Dan is het lichaam gewoon het sterkst. En kijk, om terug te komen naar, naar innerlijk tennis. Het is gewoon even de kunst om wat je wilt zeggen als trainer op een andere manier te brengen. Dus ik zeg maar wat, als je innerlijk tennis wil toepassen, je kunt tegen je leerling zeggen, je bent steeds te laat, waar hij niets aan heeft voor de rest, maar
Je bent steeds te laat. Probeer wat vroeger voor te bereiden. Mm-hmm. Dan geef je die tip. Ja. Je kan dus ook vragen van... Ben je je bewust waar jouw racket zich bevindt op het moment dat de bal stuit? Mm-hmm. Ja, dan heb ik toch interactie met mijn leerling. Ik geef hem wel degelijk aandacht. Ja. Ik geef hem als het ware een clue. Het is niet de tip of de concrete aanwijzing. Maar ik geef hem toch een clue waarmee hij verder kan. Ja. Maar ja, dat vereist wel... het vereist skills van de trainer om een andere benadering te kiezen. Ik zou het mooi vinden als meer trainers daar toch wat gebruik van willen maken. Ja, ik probeer dat dus wel vaak. En dan hoor ik ook wel eens van leerlingen... Van, oh ja, hij moet hoog, hè, Of, ik moet toch hier starten? Of, en gelijk heel veel... ik denk dat het een soort onzekerheid is. Of niet weten wat je er precies mee moet. Maar ik denk dat er heel veel uitdagingen zitten in... Ook jezelf eigenlijk leren kennen weer daarin. Wat je doet in je spel. Ik geloof enorm in het lerend vermogen van een lichaam. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik zeg ook wel eens van... Nou, als je bijvoorbeeld een redelijke speler hebt... soms hebben meisjes een enorme crisis als het gaat om een service. Ja, dan kan je als trainer gaan oefenen en dan kan je allerlei tips gaan geven. Terwijl ik soms denk van, weet je wat het meisje het beste kan doen? Dus die kan het beste een bak met ballen nemen... Helemaal apart gaan staan en gewoon serveren. Zonder continu die feedback en die oordelen. Gewoon dat lichaam weer helemaal gaan voelen. En dan denk ik dat het vaak genoeg wel weer in orde komt. Mm-hmm. Ja, precies. Dan leer je het jezelf aan op een natuurlijke manier. Ja, je gaat weer terug met je lichaam als het ware. Of in je lichaam. Ja, tof. Ja. Heel vet. En voor de mensen die benieuwd zijn waar we het nou precies over hebben. Het is het innerlijke spel door tennis. En dat is dan van Timothy Galway. Ja. Dus die zouden jullie kunnen bestellen. Gewoon denk op bol.com vast te koop. Ik heb nog een laatste vraag. Action Time. Bij mijn opleiding sportmanagement en ondernemen hebben we het daar ook over gehad. Ja. Onwijs interessant. Ik weet ook dat het een onderwerp is waar je waarschijnlijk meer dan een uur over zou kunnen spreken. Ja, klopt. Maar wat houdt dat in het kort, in? Oeh, in het kort, wat Action Type eigenlijk doet, is die maakt een connectie tussen geestelijke karaktereigenschappen en fysieke voorkeuren. Er wordt heel vaak verondersteld dat ons lichaam allemaal hetzelfde werkt. En wat Action Type eigenlijk zegt is... We hebben niet allemaal dezelfde voorkeur als het gaat om motoriek. En net zoals we natuurlijk wel beseffen dat we niet allemaal dezelfde voorkeuren hebben geestelijk, zeg maar. Hè. Dus sommige mensen zijn heel erg behoudend. Anderen zijn juist altijd op zoek naar spanning en avontuur. Ja. Hè, die verschillen erkennen we eigenlijk wel. Hè, ook in de trainerschap. Ja, we zeggen wel iedereen is anders. Maar wat we nog niet erkennen op grote schaal is dat de motorische eigenschappen van mensen ook verschillen. De voorkeuren verschillen. Dus Robin en ik hebben een verschillende voorkeur als het gaat om bewegen en als het gaat om slaan. Hè, de manier waarop wij onze arm gebruiken verschilt wel degelijk. Heel moeilijk te zien als we gewoon staan te slaan. Je moet weten waar je op moet letten. Hè. Wat Cruijff zei, je gaat het pas zien als je het door hebt geloof ik of je krijgt het... Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar dus als je Robin zijn lichaam neemt, die is natuurlijk, we zijn ongeveer even lang, maar Robin is natuurlijk heeft langere, taaiere spieren, om het zo maar te zeggen. Die heeft weinig spieropbouw. Hij heeft wel veel spieren in zijn rug, maar van voren minder. Bij mij is het andersom. En zo zie je dat lichaam ook verschillen. En je ziet ook dat spelers anders bewegen. Je kan toch niet zeggen dat Gilles Simon en Robin aan de ene kant... bijvoorbeeld hetzelfde bewegen als Talon Griekspoor en Stan Wawrinka. Mm-hmm. Die hebben echt een andere voorkeur van bewegen. Precies. En dat is waar Action Type zich hard voor maakt. Hè? En dat is ook zo. Als ik Robin zou vragen om te bewegen als bijvoorbeeld een Stan Wawrinka, die heel laag zit, hè? Die is bijna een soort blok beton... beweegt heel anders dan Robin, die meer een soort springveer is. Ja, ja. En als je iemand dus laat bewegen op een manier wat niet zijn voorkeur heeft, kan het wel, maar het rendement is gewoon minder. Ja, precies. Ja.
En dat heeft dan, dat heeft dan gevolgen met van vind je het prettig om laag te zitten of wat meer, wat hoger te staan. Het heeft te maken met, met de werking van je romp. Sommige mensen draaien hun schouders heel makkelijk ten opzichte van hun heupen. Maar sommige mensen die krijgen dat gewoon niet voor elkaar. En dat kan je ook zien als je bijvoorbeeld naar Federer kijkt. Het is net alsof hij ongelooflijk draait, maar je ziet eigenlijk maar een heel weinig dat zijn schouder niet gewoon toch behoorlijk boven zijn heup is. Ja, precies. En als je kijk je bijvoorbeeld naar Monfils, dan zie je dat hij veel meer die twist heeft. Ja. Dus het klinkt misschien even vrij ingewikkeld, maar eigenlijk kort door de bocht zeggen we nou, niet elk lichaam is hetzelfde. We hebben gewoon verschillende motorische voorkeuren. En dat gaat van fysiek tot ook tot natuurlijk bepaalde kant die we beter zien met onze ogen. Ja, die hebben weet ik nog goed over voetballers die dan, je hebt natuurlijk een rechtsbuiten bijvoorbeeld, een Robben die misschien, juist links zou die dan heel goed moeten zien. Maar je hebt ook voetballers die, als je dat niet weet van een voetballer, maar het is juist meer, hoe noemen ze dat, blinde oog of ja. Minder scherp oog. Ja, dan is dat hartstikke zonde als je daardoor toch minder goed ook overzicht hebt over het spel bijvoorbeeld. Ja, absoluut. En je zou ook nog kunnen, je kan het ook nog doortrekken naar het onderwijs. Dus ik heb heel nadrukkelijk een voorkeur voor deze kant. Ja. En dat merk ik bijvoorbeeld als ik hoe ik voor de bank op de bank ga liggen naar richting de tv. Omdat ik die kant gewoon beter zie. Ik merk het ook dat ik onbewust, doordat ik deze kennis had, altijd wel een bepaalde positie op de baan innam. Als ik een training aan het bekijken was, dat ik het zo zag. En bij sommige mensen is het verschil misschien iets minder groot dan bij mij. Maar ja, stel je voor dat ik in de klas kom, op de basisschool, en ik word daar neergezet. En dit is mijn voorkeur, en daar is het raam. Ja, dan ben ik natuurlijk altijd heel snel afgeleid naar wat er buiten gebeurt. Ja. En als ik ga ik aan de andere kant zitten, dan heb ik altijd oog voor het schoolbord. Ja, precies. Ja, ik vind het wel heel vet, want het geeft ook weer aan, net zoals je mee begon eigenlijk, jezelf vragen stellen, goed leren kennen. Hierin ga je eigenlijk echt nog wel heel diep, een heel laagje dieper. In hoe je jezelf leert kennen. En voor jou als coach kan je er eigenlijk ook weer heel wat mee gaan doen. Hoe je een speler benadert. En dus meer progressie gaat boeken. Heel vet. Ja. Cool. Oké. Ja, we kunnen denk ik een tijdje doorpraten nog hierover. Maar we gaan een beetje richting afronden. Ja. Ik heb wat tegenstellingen voor je. Oké. Dus daar kan je proberen snel antwoord op te geven. Zijn niet moeilijk. Misschien twijfel je bij een paar. Oké, ik ben benieuwd. Maar de eerste is Federer of Nadal? Federer. Als je iemand anders moet kiezen, heb je nog een echt een favoriet of is Federer je nummer 1? Ja, Federer is toch wel mijn nummer 1. Maar ik vind wel heel veel spelers heel erg goed hoor. Maar ik kijk het liefst wel naar Federer. En Nadal is weer de grootste vechter. Ja. Terwijl ik Djokovic de beste tennisser vind uiteindelijk. Ja. Dus, ja. Oké. Okay. Gras of gravel? Gravel. Oké. Nederland of het buitenland? Mijn Nederland. Oké. Coach of speler? Speler. Oké. McEnroe of Borg? Ik denk toch McEnroe. Oké. Voorhand of backhand? Voor mij backhand. Oké. Dat is de makkelijkste. Service of return? Service. Oké. En luisteren of praten? Luisteren is nou een van die dingen hoe jij begon. Dat is nou een van de dingen waar een ongelofelijke kwaliteit van uitgaat. Een skill die ik ook altijd moet blijven ontwikkelen. Ja. Dus, dus misschien praat ik meer, maar luisteren is absoluut een gave. Ja, precies. Oké, en door Alex Reinders, de gast twee afleveringen hiervoor. Die voegt er nog toe service volley of baseline spel. Service volley. Oké. Okay. Mogen we best wat meer zien. Dat is gewoon jammer dat zo weinig gespeeld wordt. Ja. Het zijn fantastische beelden. Fantastische beelden als je kijkt naar Edberg of Rafter vroeger. Dat was zo mooi. Mm-hmm. Dus daar kies ik daar nu even voor. Dat wil ik promoten. Oké, top. Dus alle jonge luisteraars of niet jonge luisteraars kan natuurlijk ook. Ga dat lekker veel doen. Heb jij er nog een tegenstelling die je denkt, die moet er echt nog bij?
Voor maar voor de volgende gast. Voor de volgende gast, ja. Dames tennis of heren tennis? Oké, okay, goeie. Oké, okay, top. Nou, hartstikke leuk joh. Ik vond het heel leerzaam. Ik denk dat het ja, gewoon voor veel mensen, zeker praktisch gezien ook voor op de baan, ja, ga proberen dus inderdaad je aandacht te verleggen. Zodat ik, zo kan ik het noemen, hè, denk ik. Ja, ja. Ademhaling letten of zoals wat ik deed, kijk naar de bal. Of ja. Ook meer je voeten werken, je voeten voelen. Ja. Dus dat is denk ik een hele goede. En ga jezelf vragen stellen. Gewoon proberen. Dat geldt voor, dat geldt niet alleen voor tennis natuurlijk. Dat geldt ook voor ja, dat kan je ook toepassen in je relatie, op je werk, je rol als vriend. Je kan dat in overal waarin je beter wil worden, begint het met vragen stellen en zelfbewustzijn toe te laten nemen. Ja, mooi. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Is er nog iets wat jij ook nog kwijt wil aan de luisteraars? Nee, have fun. Geniet ervan. Het is zo'n mooi spel. Zo'n mooi spel. Wees jezelf op de baan en dan komt het goed. Top. Nou, luisteraars, jullie weten wat jullie te doen staan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis the World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen? Dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. En als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis the World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. En dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.